is about 184 meters long and about 16,800 tons. And she had a cargo of containers. When anything like this happens, obviously there is concern. There is concern about oil spillage. It's happened right on our beachfront, so a lot of people are watching it with great interest. Ruim 3 is gebroken, maar ruim 2 zit lekkage in. Dus dat staat vol met olie en met water. Het olie wordt daar afgeskimd, dus het wordt afgeroomd eigenlijk en opgevangen in speciale tanks. Ja, de manier waarop wij nu dus dat schip op de kant gaan trekken, dat is dus ja, vrij uniek. We hebben het er ook speciaal voor ontworpen. Elke chainpooler is gebouwd om 300 ton te kunnen trekken. 8 keer 300 is 2400 ton. De veiligheid bijvoorbeeld bij de kettingtrekker heeft een veilige werkbelasting van 300 ton. Terwijl de breuk zeg maar, van de ketting zelf op 600 ton ligt. Dit zijn er 8 grondankers. Dat zijn de ankerpunten voor de trekmachines. En dit zijn de poelers die middels de draden aan de strongpoint zitten vastgemaakt. Deze 6 hebben we op dit moment in gebruik om het voorschip te positioneren en erop te trekken. Ja, het bouwen van de chainpoelers in Schiedam, dat hebben wij binnen 4 à 5 weken hebben wij dat kunnen voltooien. Mammoet Selfridge hebben we getypeerd als Smart Solutions United Experience. De chainpoolers en de powerpacks en alles eromheen, bijvoorbeeld de kranen, ja, dat wordt gewoon voorzien door Mammoet. En dan heb je de mensen van Mammoet Selfridge die daar weer in gespecialiseerd zijn. Die gaan het verder hier in gebruik nemen om het schip op de kant te krijgen. En zo heb je samen een heel goed team. Het tweede gedeelte met het achtersectie is eigenlijk wel een klein beetje gelijk aan de voorsectie. Alleen hij ligt er een stuk beroerder bij. Het voorschip dat is precies gelopen zoals het gepland was. Het achterschip dat loopt nu eigenlijk ook zoals we dat gepland en uitgerekend hebben. Hij ligt hier tegen de slipway aan. We hebben hem onder controle van de poelers. Al met al hebben we het doel bereikt waar we van tevoren allemaal aan gerekend hebben.